Welkom, deze video gaat over druk. Ik ga uitleggen wat druk is en hoe je daarmee kunt rekenen. En ja, dat heeft iets te maken met panda's die op een spijkerbed liggen en met het snijden van brood en met de rupsbanden van tanks. Maar voordat we daar nou precies heen gaan, gaan we eerst even uitleggen wat nou druk is en hoe je dat kunt berekenen. Nou, druk ontstaat wanneer er een kracht op een bepaald oppervlak werkt. Bijvoorbeeld als je brood aan het snijden bent, dan oefen jij een kracht uit met het mes op een klein beetje oppervlak van het brood. En daardoor kun je dat brood snijden. En dat komt door de druk. Nou, de druk kun je berekenen door de kracht te delen door het oppervlak. Dus de druk P is de kracht gedeeld door het oppervlak. De druk wordt gemeten standaard in newton per vierkante meter. En een newton per vierkante meter staat gelijk aan een pascal. En Pascal was een wetenschapper die hier veel onderzoek naar gedaan heeft. En vandaar dat die eenheid ook in Pascal kan worden uitgedrukt. Dus 1 newton per vierkante meter staat gelijk aan 1 Pascal. Daarnaast zijn er nog een paar andere eenheden voor druk die wat minder vaak gebruikt worden. Maar daar kom ik wat later in deze video op. Dan hebben we F, staat voor de kracht op het oppervlak en die is in newton. En we hebben de hoofdletter A en dat is de grootte van het oppervlak in vierkante meter. Dat zou eventueel ook in vierkante centimeter kunnen. En dan krijg je dus de druk in newton per vierkante centimeter. Dat mag, maar dat is dan niet gelijk aan Pascal. Want Pascal is newton per vierkante meter. Nou, als we even gaan kijken naar die formule, dan kun je hem ook ombouwen. Dan kijk ik even naar deze formule. 6 gedeeld door 3 is 2. Die is wat makkelijker. En dan kun je ook zien hoe je deze kunt ombouwen. Nou, die 2 en die 3 die kun je van plek wisselen. Dus de druk en het oppervlak kun je van plek wisselen. Dus dan krijg je dit. Dus om het oppervlak uit te rekenen, moet je de kracht delen door de druk. Nou, als laatste, de kracht uit te rekenen. Dus 6 doe je 2 maal 3. Want het staat hier gedeeld door A, dus je doet maal A. En dan krijg je een van mijn favoriete formules. F is A maal P. Dus de kracht kun je uitrekenen door het oppervlak maal de druk te doen. Nou, wat doet die druk nou precies? We gaan even naar het broodsnijden kijken. Als je iets wilt snijden, dan moet je druk groot zijn. Want dan lukt dat. Nou, dat kun je doen bijvoorbeeld door de kracht te vergroten. En dat kun je ook zien in deze formule. Als je nou de kracht groter maakt, die staat boven in de breuk, dan wordt de druk ook groter. Dat is logisch, toch? Want je deelt, een groter getal wordt gedeeld door die A. En je krijgt dus een groter getal als antwoord. Maar wat je ook kunt doen, door in plaats van meer kracht zetten, je kunt ook het oppervlak verkleinen. Dus als deze kleiner wordt, ja, dan wordt de druk ook groter, want je deelt door een kleiner getal. Dus als je broodsnijden niet goed gaat, kun je 2 dingen doen. Je kunt meer kracht zetten, dus je gewoon sterker worden. Of je kunt je mes slijpen. En als je je mes slijpt, dan wordt het oppervlak van het mes wat kleiner en wordt de druk automatisch groter. Dus vandaar dat het makkelijker is om te snijden met scherpe messen. En dat komt dus omdat de druk dan groter is, omdat het oppervlak kleiner is. Nou, je kan ook het tegenovergestelde doen. Deze meneer die is door de sneeuw aan het gaan. En op een gegeven moment dan zak je wel heel erg weg en je kan dat ook proberen tegen te gaan. Nou, als je niet vast wilt komen zitten in bijvoorbeeld de sneeuw, dan moet je druk zo klein mogelijk zijn. Dus dan moet je je druk juist verkleinen. Nou, je kunt je druk verkleinen door de kracht te verkleinen. Dus als de kracht kleiner wordt, ja, dan wordt de druk automatisch ook kleiner. Dat is niet altijd even makkelijk, want ja, die persoon die kan misschien eventjes naar de wc gaan en dan wordt hij iets minder zwaar. Dan wordt zijn zwaartekracht ook kleiner. Maar that's it. Dat is niet heel veel meer wat hij kan doen. Dus dit is niet altijd mogelijk. Dus je kunt ook het oppervlak vergroten. Dan wordt deze groter, dus je deelt door een groter getal en dan wordt de druk automatisch kleiner. En dan zak je niet zoveel meer weg. Nou, dat kun je bijvoorbeeld doen met sneeuwschoenen. Die hebben een heel groot oppervlak, dus je hoeft niet enorm veel te poepen en te plassen om je kracht te verkleinen, want zij vergroten je oppervlak. En daardoor wordt de druk kleiner en zak je dus minder weg. En dat doen die rupsbanden ook. Die rupsbanden hebben een heel groot oppervlak, vandaar dat je met een tank door veel drappiger en moerasachtiger ondergronden kunt gaan. Want die hebben een heel groot oppervlak. Ja, je kan die tank ook lichter maken, maar dan werkt die misschien niet meer zo goed. En dat is ook niet handig. Dus vandaar de oppervlak te vergroten met en daardoor een kleinere druk. Nou, zoiets vindt ook plaats bij een punaise. Een punaise gebruik je wel eens en dat heeft ook heel veel met de druk te maken. Nou, als je een punaise indrukt, dan gebruik je een bepaalde kracht. Bijvoorbeeld 7 newton. Die kracht aan de andere kant van de punaise is ook 7 newton. Een punaise is niet een apparaat wat de kracht in één keer groter maakt. Dus die krachten zijn gelijk.
Maar er is wel een verschil, want bovenin is het oppervlak redelijk groot. Laten we zeggen 2,2 vierkante centimeter. En onderin, omdat het puntje heeft, is de oppervlak veel kleiner. En nu zie je al wel van, oh, er zal wel iets met die druk gaan gebeuren. Als je de druk hierboven uitrekent met deze formule, gewoon 7 gedeeld door 2,2, dan krijg je de druk in newton per vierkante centimeter. Let op, dit is dus niet in pascal, want dat is newton per vierkante meter. Nou, als je datzelfde doet aan de onderkant, dezelfde formule, maar andere gegevens, dan zie je dat de druk daar een stuk groter is. En doordat die druk daar groter is, is het makkelijker om de punaise aan die kant bijvoorbeeld in een prikpoort te duwen. Ja, je kan het heel makkelijk testen. Draai de punaise maar een keer om en druk er dan tegenaan. Dan zul je wel zien dat het dan niet zo makkelijk in het prikbord gaat. Omdat dat druk dan heel groot is aan jouw kant. Zo groot waarschijnlijk dat die door je huid heen gaat. Dus dat is niet fijn. Dus dat is hoe een punaise gebruik maakt van druk. Die vergroot dus niet de kracht, maar die vergroot de druk door het oppervlak te verkleinen. Nou, er zijn een paar oefeningen om te laten zien hoe dit werkt. Als eerste deze. Je ziet hier vier naalden. Je gebruikt iedere keer dezelfde kracht en leg uit met welke naald je de grootste druk krijgt. Dus je kunt het even zelf beantwoorden. Leg uit, hè. Dus niet alleen zeggen welke naald, maar ook leg uit. Zet de video even pauze. Probeer het eerst zelf. Nou, als je gaat kijken, dan zie je dat de pijlpuntjes een beetje verschillen. En vooral naald D is heel erg scherp. Deze heeft dus het kleinste oppervlak. Dus dat is belangrijk om te noemen, het oppervlak. Nou, als je kijkt naar de formule, dan zie je dat de druk groter wordt wanneer het oppervlak klein wordt. Dan gaan we ervan uit dat de kracht gelijk is en dat staat ook in de vraag. Dus vandaar dat naald D het beste zou werken. Naald B zou het slechtste werken, want die heeft het grootste oppervlak, dus die heeft het minste druk. Dus daarmee kun je heel moeilijk door materiaal heen. Gaan we dan naar de volgende oefening. Dat is deze. Het pak, wat je hier ziet, met een massa van 1,20 kg staat op een tafel. Het oppervlak is 15 cm bij 15 cm. Bereken de druk op de tafel in pascal. Je kunt het eerst zelf proberen door de video nu op pauze te zetten. Nou, als eerst noteren we de gegevens. We hebben een massa gekregen op 1,20 kg. En we gaan het oppervlak uitrekenen. Hij is 15 cm bij 15 cm. We gaan naar meter toe, want hij moet in pascal. Dus we hebben newton en meter nodig. Dus we doen 0,15 maal 0,15 en dan hebben we het oppervlak in vierkante meter. Je mag het ook eerst uitrekenen in vierkante centimeter en dan omrekenen naar vierkante meter, maar dat gaat wat vaker fout. Dus vandaar dat ik mijn voorstel is om eerst om te rekenen naar meter. Nou, daarnaast hebben we de kracht nodig. We hebben de massa, we hebben de kracht nodig, dus we moeten eerst de kracht uitrekenen. Daarvoor doen we m maal g. G kun je gebruiken 9,81 of 9,8 of 10. Dat hangt er een beetje vanaf welk niveau je hebt. Het maakt niet uit welke je gebruikt. Als het maar degene is die je ook voor je niveau moet gebruiken. Ik doe nu 9,81. Maar je mag ook 10 gebruiken als dat degene is die je standaard gebruikt. Maar je moet in ieder geval de kracht uitrekenen. Niet de massa. Want het gaat om een kracht op een oppervlak. Nou, je rekent dat uit en je hebt de kracht in newton. En nu kun je de druk uitrekenen. Gebruik deze formule. P is F gedeeld door A. P druk... Komt trouwens van pressure, had ik nog niet gezegd. Maar die kleine letter P komt van het Engelse woord pressure. F komt van het Engelse woord force, oftewel kracht. En A van area, oftewel oppervlak. Dus Engels is eigenlijk veel makkelijker met die formules. Want dat klopt veel meer dan in het Nederlands. Nou, die vul je in en dan reken je hem uit. En dan krijg je hem in newton per vierkante meter. En dat staat gelijk aan pascal. Dus vandaar, als er staat bereken de druk echt in pascal, dan moet je het in newton per vierkante meter doen. Als er gewoon staat bereken de druk, dan mag je ook newton per vierkante centimeter doen. Dus let goed op wat de vraag wil doen. Nou, wat hebben we hier? Volgende oefenvraag. Heb je hem nog niet gemaakt? Zet hem even pauze, probeer het eerst zelf. Om door je huid heen te gaan, heb je een druk nodig van 684 kilopascal. Een spijker heeft een oppervlak van 1,70 vierkante millimeter. En iemand van 70 kilogram gaat op een spijkerbed liggen. Nou, als hij op één spijker zou gaan liggen, dan is de druk veel te groot. Dan gaat die spijker door zijn huid heen en dat willen we niet. Dus bereken op hoeveel spijkers hij minimaal veilig kan liggen. Dat is een best lastige vraag. Dus als je hier niet uitkomt, is het niet erg. En als je hem uiteindelijk niet snapt, is het ook niet erg als je andere vragen maar wel snapt. Maar ik dacht, ik doe even een moeilijke vraag. Probeer het eerst zelf. Heb je het nog niet gemaakt? Ik ga hem nu even laten zien. Nou, als eerste gegevens. De druk, de maximale druk, is 684 kilopascal. Nou, kilo werkt net als met kilometer, dat is 1000. Dus het is 684.000 pascal
of 684.000 newton per vierkante meter, want dat is dezelfde eenheid. Dat is wel belangrijk, want we hebben hier vierkante millimeter en hier meter. Dus je ziet dat wel, oh, dat klopt niet helemaal. Nou, de massa is 70 kilogram en het oppervlak van één spijker is 1,70 vierkante millimeter. Nou, normaal gesproken van millimeter naar meter is gedeeld door 1000. Maar aangezien hier een kwadraatje staat, doe je dat twee keer. Dus je doet gedeeld door 1000, gedeeld door 1000. En dan heb je het oppervlak van de spijker in vierkante meter. En nu gaan we kijken hoe we dit moeten uitrekenen. Nou, dat kan op verschillende manieren. Als eerst moeten we hier even de kracht van maken. Want nu staat het in kilogram en dat moet in kracht. Dus je doet gedeeld door 10 of 9,81 of 9,8. Dat hangt maar net vanaf wat je gebruikt en je hebt de kracht. Nou, als we nu willen weten wat het minimale oppervlak is wat hij nodig heeft, dan hebben we de druk nodig, de maximale druk, of de minimale druk die het kan zijn, of maximale druk, nou, de druk, en dan de kracht. Nou, als we die twee gaan gebruiken, dan komen we erachter wat in ieder geval het oppervlak moet zijn zodat hij deze druk heeft. Dus we gaan deze formule gebruiken en we gaan het oppervlak uitrekenen. Dus we kunnen die twee wisselen van elkaar. Dus je krijgt dan, omdat die kun je ook wisselen van elkaar, je krijgt dan dit. Dus het totale oppervlak wat hij nodig heeft, is de kracht van die panda, of van iemand in dit geval, ik weet niet of het om de panda gaat, gedeeld door de druk. Dus we doen die kracht gedeeld door de druk en we komen erachter dat dit het oppervlak is wat hij in ieder geval nodig heeft. En dat oppervlak wordt veroorzaakt door een aantal spijkers. Nou, een spijker heeft een veel kleiner oppervlak dan dit. Dus je ziet al, één spijker is niet genoeg. We hebben meer spijkers nodig. Om erachter te komen hoeveel spijkers we nodig hebben, moeten we dit getal delen door dit getal. Dus het totale oppervlak gedeeld door het oppervlak per spijker. Dan reken je uit hoeveel spijkers je nodig hebt. Dus dat vul je in en dan kom je uit op 591 spijkers. Dus als hij daarop ligt, dan is er niks aan de hand. Als hij dan gaat zitten en hij ligt op minder spijkers, dan heeft hij een probleem. Dus je moet altijd heel erg opletten. Mocht je ooit op een spijkerbed gaan liggen, altijd heel erg opletten dat je in één keer op zoveel mogelijk spijkers gaat liggen. En dat je dan niet in één keer denkt van, oh, ik sta wel even op. Niet doen. Nou, samengevat. Wat heb je allemaal geleerd vandaag? De druk, die bereken je met deze formule. Pressure, P is F, force gedeeld door A, area. De druk is in newton per vierkante meter of pascal. Maar het kan ook in newton per vierkante centimeter zijn. Maar dan moet je wel iets anders invullen voor het oppervlak. Nou, de kracht is in newton en het oppervlak is in vierkante meter. Daarnaast moet je weten dat je de druk kunt vergroten door de kracht te vergroten of door het oppervlak te verkleinen. En andersom, de druk kun je verkleinen door de kracht te verkleinen of het oppervlak te vergroten. Dat is omgekeerd. Dat was hem. Heb je hier wat aan gehad? En doe je trouwens examen, dan kun je naar natuurkunde-examentraining.nl gaan. Daar heb ik nog wat extra oefeningen en om je voor te bereiden voor het examen. Een hele goede site. En daarnaast hoop ik dat het duidelijk was. Dankjewel voor het kijken.